dicht bij je gevoel staat. En dan lijkt dat toch wel iets dichtbaar te maken. Nee, natuurlijk niet. Je gevoel is full of shit. Helderheid. You know or you don't. En de rest is emotioneel, mentaal. Ik zie emotioneel wel weer als wat anders, als echt gevoelsmatig. Oké, kom op. Je moet het niet met me eens zijn. Nee, dat staat er wel. Maar als ik echt contact heb met mijn gevoel, dan is er ook helderheid. Voor mij stopt. Nou, doe dat dan. Ja, ik probeer te begrijpen hoe jij het voelt. Nou. Ik vertelde dat laatst nog en ik ga het gewoon herhalen. Ik had een keer een gesprek met iemand en die had een heel goed gevoel bij een bepaalde auto die hij wou kopen. En we zaten gewoon in een café een biertje te drinken en ik zei van ja, nee, dat is een mooie auto. Las pas de Kampioen, ANWB-gids, en deze van die veiligheidstesten. En ja, het is gewoon een mooie, hè, goede wegligging en lekkere stoelen. En, maar als ongeluk, dan die kreukelzone, die duwt zo'n beetje die motor naar binnen. En dan... Maar voor de rest... kreeg een iets ander kleurtje en toen vroeg ik hem naar de hand. En met die auto, goed gevoel. Nee, toch niet zo'n goed gevoel bij. Maar het was gelul, want ik lees de Kampioen niet, ik weet niks van de auto's. Maar ik wou gewoon even kijken wat er gebeurde. Dus dat gevoel van die mensen, weet je wel, ik ga op mijn gevoel af, ik heb daar niet zoveel mee. Mijn gevoel is full of shit. En gewoontes en... Snap je? Maar, jij weet wanneer iets waar is voor jou, niet ik. Voor de goede orde. En waarom ik vaak zo reageer op dit soort dingen, omdat... We hadden eerst allemaal mensen in de jaren 50 en die dachten dat ze verstandig waren. En daarna kwamen al die hippie fuckers en die dachten dat alles op het gevoel moest. Nou, het is allebei net zo full of shit wat mij betreft. Want een heroïne junk die vindt het heel goed, maar heel goed gevoel bij deze shot. Oh man, urenlang zo'n goed gevoel, jongen, echt waar. En daarna heel goed gevoel erbij, want ik moet een nieuwe. Snap je? Dus dat gevoel van mij, ja. Ik weet het niet. En bij mij is het gewoon niet zo met elkaar. Ja, cool. Daarom zeg ik, van als dat voor jou... Doen. You know. Weet je wel? En of het zich dan via een gevoel of een fysieke sensatie of een mentaal kanaal, maakt me niet uit. Maar jij kan herkennen, jij bent de truth machine. Weet je wel? Jij kan herkennen wanneer iets waar is of echt is of niet. Weet je wel, daar gaat het om, niet wat ik zeg. Dus dat is alleen maar voor die gevoelsmens. Ik kom wel uit een groot gezin, dus dan komen de zusjes bij elkaar. Maar dan zit ik erbij en kijk ik ernaar en denk ik, het lijkt wel of mijn emoties, zoals zij zag dat allemaal tonen, ik voel daar niks bij. Ja, waar je altijd anders mee van jezelf mee in kon gaan, dat is dan maar weg. Nogmaals, reality is never wrong. Dus er is niks mis bij, het is gewoon anders. En waar dat nou wel zijn, de meeste van die emoties zijn toch allemaal opgeklopte verhalen over niet bestaande ik. Dat is op zich niks tegen, maar ik ga er ook liever niet bij zitten. Of een beetje kregelig van. Of moe. Maar ja, dan is het eigenlijk allemaal niet leuk. Dat soort dingen niet, dan zijn er andere dingen leuker. Ik vind dus de afwezigheid van mijn familie heel leuk voor me. Nou, ze zijn heel vaak afwezig, dus ik heb het toch leuk. Kijk, en per saldo is het altijd zo. Bijvoorbeeld, deze rare figuur, die vindt darten leuk. De meeste mensen die ik ken, vinden geen fuck aan. Dus, hebben we het daar maar niet over.
Dat is oké. Okay. Ze hoeven het dan niet leuk te vinden wat ik leuk vind of omgekeerd. Dat is een van de leuke dingen voor mij, van als je eruit valt. Dat niemand meer anders hoeft dan die is. Mensen vinden het dan wel of niet leuk om bij elkaar te komen, of het ergens over te hebben, of whatever. Ja, en that's it. En als iets mij niet interesseert, dan zeg ik er niks over, of ik roep iets raars af en toe. Of ik ga weg, maar ik vind daar niks van, verder. Ik heb er geen last van. Nee, blijkbaar. Dus observeer dat gewoon. Hè. Dat is dan de Course in Miracles. Van, nou, dan zitten jullie bij elkaar. Observeer wat daar gebeurt. Vooral bij jezelf, weet je wel. Van, oké, zit er nog ergens iets van vinden? Of kan dit gewoon in openheid plaatsvinden? Of waarom denk ik dat ik hierbij moet zijn? Weet je wel, je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Hè. Misschien ontdek je iets en misschien niet. Maar het hele idee van ben ik wel normaal, of zijn hun wel normaal, whatever, weet je wel, dat kan gewoon aan de kant. Alles wat er is, is. Dus daar is gewoon niks mis mee. Alleen, er staat nergens dat je overal bij moet zijn of aan moet voldoen. Maar die anderen ook niet. Dat is zo cool. Dus als iemand de hele tijd bijvoorbeeld het over auto's wil hebben, dan moet hij vooral doen. Maar waarschijnlijk dat ik na een minuut of 10 met de hond ga wandelen of zo. Ik vind niks aan. Ik vind het wel leuk als een auto rijdt. Maar voor de rest, ik heb een dit of dat. Ja, ik had vroeger naar de doos met Dinky Toys, maar ik ben geen 8 meer. Koffie doen of zo? Ja. Cool, dankjewel.